Goedemiddag. Wij zijn hier bij de stallen van Splithof in Bladel. Voor keuring van een achttal paarden zijn twee paarden afwezig. Paard nummer 8 en nummer 9 zijn er niet. En we beginnen met de premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname, stamboek en eventueel sterverklaring. En in de baan is paard nummer 1, Wilbrecht Pronkje H. Vader Tjalle, de vader van de moeder is Deutzen. En de eigenaar is van Hemert uit Zuilichem. 1 meter 69, number 1. De uitslag van paard nummer 1. Een paard wat ietsje lang hoofd heeft, maar wel een kapitale merrie. Ietsje horizontaal in de hals. Op de bovenlijn is goed in verhouding. Ietsje strak op de lendenen. Het beenwerk is voldoende kwaliteit. Ietsje afwijkend in het voorbeen. En achter zou het net iets mooier kunnen staan. In de stap is wel voldoende takt. Maar zou die meer het achterbeen
wat actiever op kunnen tillen en naar voren kunnen zetten, maar is wel takmatig. In de draf blijft hij wat op de voorhand lopen en zou hij vanwege de strakke lendenen ook wat meer zijn rug moeten gebruiken. En dat doet hij niet, dus hij mist een beetje de souplesse. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse number one is entered in the studbook with a third premium. Dan de uitslag van paard nummer 2. Paard met een jeugdige uitstraling. Met ietsje lang hoofd, maar wel uitdrukking in het hoofd. Wel voldoende lange hals, maar af en toe gooit hij de onderhals er even uit. De bovenlijn is ruim voldoende. Valt ietsje weg achter het schoft, maar verder is ze goed in verhouding. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Stapt met name in het begin toen hij binnenkwam en ook de tweede ronde met voldoende activiteit en goede takt. In de draf heeft hij mooie houding en voldoende balans. Zou nog ietsje meer mogen ondertreden, maar alles tezamen goed voor een ster en een tweede premie. Nummer 2 is entered in the studbook with the second premie star.
krabbelen, niet erin vliegen. Dat is altijd zo. De uitslag van paard nummer 3. Een paard met een elegante uitstraling, luxe uitstraling. Mooie beleiding, mooi hoofd, lange hals, zou iets meer behang mogen hebben. De verhoudingen zijn goed, hij is opwaarts gebouwd. Zou misschien het kruis en de overgang lenden nog ietsje mooier kunnen zijn. Heeft goede hoeven en goed beenwerk. In de stap is wel voldoende takt, maar zouden we graag meer buiging in de sprong zien. En in de draf is hij erg terughoudend en zou die meer oprichting moeten laten zien en een betere onderbrenging van het achterbeen. Maar vanwege de goede ras en bouw wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Deze veert had aan een zeer schöne kop, ook aan de goede bouw met goede verhältnissen. Dat is ook die beinen zijn trokken en goede lenken. In Schritt had er genügende raam en takt, maar had vermissen een beetje activiteit in hinterbein. Kunt een beetje meer beugung hebben in hinterbein. In trap kunt er meer afgericht traben en ook bessere onderbrenging van hinterhand. Deswegen werd er afgenomen in Stamboch en een dritte premie. Nummer 3 is teken in de studboek weer de third premium.
Hij staat van paard nummer 4. Een paard wat, ja, is een imposante paard. Er staat een enorme statuur. Met veel behang en ook mooie uitstraling in het hoofd. Ook in de bouw is hij correct gebouwd en ook de verhoudingen zijn goed. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. In de beweging missen we de activiteit en de schwung en de lichtheid in de beweging. En vandaar dat we dit paard voorlopig ster maken. Zodat hij in een test kan laten zien of hij meer activiteit kan laten zien. Dus hij krijgt nu een derde premie, maar is voorlopig ster. Nummer 4 is professional star. Because the racial type and the conformation is good. But in the movement, we miss the lightness in the movement and the activity in the hind quarter. So professional start this moment the third premium. De uitslag van paard nummer 5. Een paard met voldoende rastype, wel uitdrukking in het hoofd en ook wel behang. In de bouw heeft hij zijn rug te veel weg, zeg maar. Het is een week in de rug. Voor een 4-jarig paard tellen we dat zwaar. Ook de overgang naar het kruis vinden we niet zo mooi. Het is wat hoog kruis. Het beenwerk is erg recht en zou iets droger mogen zijn. In de stap stapt wat voorzichtig achter, zou meer moeten aansluiten en ook meer activiteit moeten laten zien. In de draf heeft hij een mooi zweefmoment, maakt hij ook een goede houding. En alles tezamen, vanwege de bouw en het beenwerkbemerkingen, krijgt hij geen premie. Nummer 5 is not getting a premium.
Dan hebben we de uitslag van paard nummer 6. Een paard wat meer Fries typischer in het hoofd zou mogen zijn. Het neusbeen is iets minder edel. Wel een lange hals en ook voldoende behang. Maar de richting van de hals zou ook iets opwaartser kunnen zijn. In de bouw heeft hij, de rug is voldoende, maar de aansluiting lendenen, rug en kruis zou mooier kunnen. Het beenwerk is ietsje stijl, dus het is wat recht in het achterbeen. En voor is hij ook wat stijl gekoot. In de stap heeft hij wel voldoende takt, maar kan die veel meer activiteit laten zien, meer aansluiten. En in de draf heeft hij wat moeite met de takt en zou die veel meer ruggebruik moeten laten zien. Dus hij krijgt geen premie. Nummer 6 is not getting a premium because of quality of the movements. De uitslag van paard nummer 7. Een paard wat iets mooier in het front zou mogen zijn, heeft wel veel behang, mist ook ietsje nek. De rug en de bovenlijn is, de rug is ietsje week, maar heeft wel goed kruis. Hij is ook ietsje neerwaarts gebouwd. Het beenwerk is voor wel correct, maar achter gehoekt. In de stap mist hij af en toe de takt. Af en toe maakt hij niet een ongelijke pas. En ook in de draf heeft hij moeite met de draging. Zou meer het front omhoog moeten gooien en meer activiteit in het achterbeen moeten laten zien. Krijgt geen premie. Horse number 7 is not getting a premium because of the lack of quality in the movements.
uitslag van paard nummer 10. Een paard met gigantisch veel ras, een enorme halsopzet. Veel uitstraling, veel behang. Wel, het mist ietsje jeugd, want het is een 3-jarig paard. In de bouw, de bovenlijn is wel goed. Is wel goed aangesloten en goed in verhouding. Het beenwerk, daar heeft hij allerlei onderdelen die we graag wat mooier willen zien. Achter zet hij zijn voeten niet helemaal correct neer. Dan zet hij wat Frans neer, is hij ook wat nauw achter. Hij zou iets droger kunnen zijn. In de stap heeft hij 1,5 pas. Dus eigenlijk moet hij meer tak laten zien. Ene been is langer dan het andere. In de draf laat hij mooie momenten zien. Maar vanwege de kwaliteit beenwerk en de kwaliteit van de stap wordt hij geen ster. Nummer 10 is not getting star because of quality feet, the legs and the walk.